Afgelopen zomer ruilde Merel nog de riante villa in het bosrijke Zoersel voor een nieuwe prachtige woning. Een luxueuze penthouse met Annex Teken studio in het centraal gelegen Brasschaat, dichterbij de Antwerpse metropool. Tegelijkertijd doemde in de pers her en der onheilspellende berichten op dat de tekenaar concrete plannen zou hebben om afstand te doen van de kiekeboes, om ze los te laten en over te dragen aan zijn opvolgers. Als je het zo zwart op wit in de krant gedrukt ziet staan, dan krijg je het vermoeden dat het wel eens waar zou kunnen zijn. 2018 was onder meer ook het jaar van fake news. Wat is er nu allemaal van aan, Mero? Er zijn dingen in de pers verschenen die niet helemaal kloppen. En er spreken ze dat ik op pensioen ga, dat ik ermee ga stoppen. Ja, dat is niet waar. Als je op je 70ste nog een hele nieuwe studio laat inrichten, dan ga je niet stoppen. Nee, maar ik wil de dingen wat anders verdelen en een beetje anders inrichten. Ik maak nu 2 albums per jaar. Dat is iets dat nog vrij comfortabel is dat ik aan kan. De uitgever zou meer albums willen. En dan, dat is 1 punt. En aan de andere kant is het ook zo, ja, dat ik het jammer zou vinden dat de kiekeboes, die nu na 4 decennia in het collectieve geheugen van de Vlaming zitten, ja, die tot de volkscultuur behoren, dat ze maar gewoon zou weg hebben. Dat zou ik heel jammer vinden. Dus ik ben nu bezig, samen met de uitgever, om te zien hoe dat we dat kunnen oplossen naar de toekomst toe. Ik heb mijn medewerkers, gaan zien hoe we die erin passen, maar er zouden ook nog mensen moeten bijkomen. Er zullen ook nog scenaristen moeten bijkomen. En daar zijn we nu mee bezig met te experimenteren. En dat gaan we in het nieuwe jaar, in 2019, echt ten gronde aanpakken. En ik hoop dat we daarvan eind 2019 al resultaat van gaan zien. Ik ga dat altijd blijven opvolgen. Ik doe de merkbewaking. Ik ga er nog altijd een zware vinger in de pap hebben. En ik zou ook nog zelf verhalen maken, gewoon als ik zin heb, op mijn eigen tempo. Zonder dat er zo'n deadline aan vast ligt, dat dan en dan moet klaar zijn. Ja, ik ben 70 en het enige wat ik nu nog verlang is een beetje meer rust. En dan voor de rest vind ik het nog altijd heel fijn om te doen. Ja, een scenarist moet een goede plot kunnen maken. En de journalist moet mij een verhaal geven waar ik direct van zeg, yes, dat wil ik doen. Jammer dat ik daar zelf nog niet op gedacht heb. Ik heb altijd ook voor mezelf, altijd als ik een verhaal maak en ik heb een plot, dat is altijd een van de criteria. Ik moet daar verliefd op zijn. Want ik ga daar 3-4 maanden van de morgen tot de avond mee samenleven. Ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Dus ik moet op dat verhaal verliefd zijn, wil ik dat die periode volhouden. En dat is ook zo, ze moeten mij dingen brengen dat ik zeg, ja, hier ben ik door verbaasd, hier blaas je me van mijn sokken, dat is goed, daar gaan we voor. En dan gaan we dat zelf samen verder bekijken en kijken ook nog wat de humor die erin komt. Want zeker op het punt van de humor, daar zal ik nog wel vaak nog wel wat dingen op ingrijpen. Omdat dat is mijn ding. En dat is ook heel persoonlijk humor. Het zal met de tijd, als andere mensen het zouden doen los van mij, ja, dan zal ook die humor zal veranderen. Dat kan niet anders. Ja, dat is zo. Zoals ook voor mezelf mijn humor evolueert. En zoals je evolueert als mens. Ik zou graag hebben dat ze blijft bestaan. Er zijn ook een heleboel mensen daar rond. Je hebt dus de uitgever, maar je hebt daarnaast ook mensen die daar een job aan hebben en die er de kost mee verdienen. Dus ja, laat dat maar gebeuren. Laat dat maar gebeuren. En als ze leuke verhalen maken en het publiek vindt het grappig en die heeft er wat aan, ja, waarom niet? Laten we ermee doorgaan.